Welkom dames en heren. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog van Klaas. Dit is de eerste les van mijn Photoshop traject. Vandaag gaan we basic kleurcorrecties en kleurbewerkingen maken in Photoshop. Laten we aan de slag gaan. Om goed met Photoshop te kunnen werken, moet het een en ander weten over hoe Photoshop kleuren gebruikt. Photoshop werkt met drie beelden, RGB. Een rood beeld, een groen beeld en een blauw beeld. En samen vormen deze drie gekleurde beelden het totale kleurenbeeld. Deze drie beelden worden channels genoemd. De channels zijn de drie basiskleuren van lichtmenging. Dit wordt additieve kleurmenging genoemd. Naarmate je meer kleuren mengt, wordt de kleur lichter. Additieve kleurmenging gaat anders dan dat je vroeger op de basisschool hebt geleerd. Laten we eens in Photoshop kijken hoe het werkt. We beginnen met een zwart scherm. Zwart betekent dus dat er geen licht of geen kleur is. En daar teken ik vervolgens drie stippen op. Rode, een groene en een blauwe. En elke stip zet ik afzonderlijk de channel van die kleur aan. Vervolgens schuif ik de stippen naar elkaar toe, zodat de kleuren gaan mengen. En dan zie je dat blauw met rood magenta vormt. Blauw met groen vormt cyaan. En rood met groen vormt geel. En waar alle drie kleuren elkaar mengen, vormt het wit. Dus alle kleuren licht bij elkaar vormen wit. In het volgende beeld zien we dat dezelfde kleuren weer mengen. Maar hier zien we hoe de kleuren in elkaar overvloeien. Deze drie kleuren kunnen samen alle kleuren van een regenboog vormen. Je ziet ook dat het wit een spectrum is van verschillende tinten. Dit wordt witbalans genoemd. Ons oog past zich heel snel aan een witbalans. Bij zonsondergang is het licht bijvoorbeeld heel erg rood. Maar wij nemen het bijna niet waar. De camera legt het wel heel erg vast. Daarom is het belangrijk om een kleurbalans goed af te stellen in je camera of in je computer. Zodat je natuurgetrouwe weergave krijgt van wat wij ook met ons oog zien. In dit figuur zie je ook dat tegenover de kleur groen de kleur magenta richt. Dus dat zijn tegenovergestelde kleuren. Tegenover de kleur rood ligt cyaan en tegenover de kleur blauw ligt geel. Oké, laten we beginnen met deze foto. Deze foto schoot ik op een van de congressen waar ik fotografeerde de laatste tijd. En je ziet op deze foto dat er een groen zweem in de foto zit en die gaan we verwijderen. Daarvoor maak ik een nieuwe adjustment layer aan. Ik klik op het adjustment layer icoontje en dan klik ik op curves. Dan open de curves. In het menu van de curves ga ik naar de groene curves. We hebben net geleerd dat de tegenovergestelde kleur van groen magenta is. Om de groenzweem te verwijderen moeten we de curve naar beneden trekken. Dan zal er meer magenta in de foto komen, waardoor de groenzweem verdwijnt. Ik zet de blending mode van de curves zet ik op color, zodat ik alleen de kleuren beïnvloed en niet het contrast. Dat is belangrijk. En dan trek je de cursor naar beneden en zie je dat de groenzweem al verdwenen is. Ik wil vervolgens iets meer warmere tinten in de huid hebben. Klik op de rode curve. Klik op het toeltje met het handje en de pijltjes. Vervolgens ga ik naar de huid van mijn model toe. Klik en ik sleep de curve iets omhoog. Dat vind ik wel mooi zo. Vervolgens wil ik ook een beetje blauwe tint in mijn schaduw hebben, dus klik op de blauwe curve. Ik sleep aan de linkerkant van mijn histogram de curve iets omhoog. Vervolgens trek ik de curve in de hooglichten ietsje naar beneden, waardoor we iets meer geel in de curve krijgen. Het geel is de tegenovergestelde kleur van blauw. Dit is voor en dit is na. Dit vind ik top zo. Nu ga ik contrast toevoegen aan de foto. Dus ik maak weer een curve aan. De blending mode hiervan zet ik op luminosity. Vervolgens klik ik op threshold filter. Sleep ik de threshold helemaal naar links. Wat overblijft zijn de donkerste gebieden van de foto en die gaan we als black point gebruiken. Photoshop zorgt dan dat de donkerste gebieden helemaal zwart zijn in de foto. Hij rekt het histogram als het ware een beetje uit. Vervolgens zoom ik helemaal in de foto
om zeker te weten dat ik echt een zwarte pixel selecteer. En met de Color Sampler tool selecteer ik een zwarte pixel. Hetzelfde doe ik ook om het witpunt te selecteren, maar dan sleep ik de threshold helemaal naar rechts. En wat dan overblijft zijn de lichte gebieden in de foto. Dus er blijft alleen nog een wit, klein wit stipje over. Ik zoom er helemaal in. En met de Color Sampler tool zorg ik dat ik een witte pixel selecteer. Vervolgens moet ik het grijspunt selecteren. Hiervoor maak ik een nieuwe layer aan. En die vul ik met 50% gray. Vervolgens zet ik de blending mode op difference. De gebieden die het dichtst bij neutraal grijs liggen worden dan zwart. Vervolgens open ik het threshold filter weer. Sleep ik het threshold filter helemaal naar links. Wat nu overblijft zijn in de afbeelding de tinten die het dichtst bij neutraal grijs liggen. Zoom er helemaal in. Ik zorg dat ik een zwarte pixel selecteer met de Color Sampler tool. Vervolgens kunnen de neutraal grijs layer en de threshold filter kan ik verwijderen. En ga ik naar Curves en klik ik op het zwarte pipetje. En gaan we naar het zwart punt. Daar klik ik op. Nou, verandert nu erg weinig, dus klik een beetje om het zwarte gebied heen. En dan zie je dat het contrast al verbetert. Vervolgens klik ik met het witte pipetje op het witte gebied. En met het grijze pipetje klik ik op het grijze gebied. En nu hebben we ons contrast aangepast. Wat ik verder nog heb gedaan, is ik heb de huid van het model wat geretoucheerd. Nou, daar ga ik vandaag niet op in. Maar dat komt de komende tijd ook voorbij. Ik heb de ogen ietsje opgelicht. Dus ik laat je ook zien hoe je de ogen kan retoucheren. Komt ook in een les voorbij. En ik heb nog een beetje color grading toegevoegd. Nou, dit is zoals de foto was. Dit is het eindresultaat. Dat was hem alweer voor vandaag. Ik hoop dat deze video nuttig voor je was. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel voorbij komt wat je misschien nog lastig vindt. Mocht je vragen hebben, stel ze in de comments. Ik reageer altijd. Photoshop is een programma waar je gewoon lekker mee moet gaan spelen. Dingen zelf moet gaan ontdekken. Wat jij tof vindt, wat jij mooi vindt. En zo zul je de komende tijd steeds meer groeien. De komende lessen komen er een heleboel dingen voorbij waarin ik je alles in detail uitleg. Zo zullen er een heleboel dingen ook op hun plek gaan vallen. Vond je deze video leuk? Was het nuttig voor je? Geef me een like. Daarmee kun je mij supporten. Zet hem op, like en tot volgende vlog.